Ja, nu komen we in de ruimte waar dat werk van Matt Mulliken te zien is. Wat is dit eigenlijk? Misschien even doorlopen. Ja. Kijk, als je hier staat, dan zie je het wat beter. We kunnen hier eens inkijken bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk wat je moet doen. Dus je kan zo niet aanraken, maar je kan zo binnenkijken. Hè. Je kan er ook rondlopen. Het is een maquette van een heel grote tentoonstelling, een overzichtstentoonstelling die Mulliken gemaakt heeft voor het Ludwig Museum in Keulen. En hij heeft dus, zeer typisch, ik denk een goed jaar geleden, die tentoonstelling die hij in Leuven gemaakt heeft, dan krijg je een vrij gelijkaardig beeld te zien. Maar dus hier, en dat vind ik vind het eigenlijk prachtig, zie je dus dat hele museum vol in een soort notendop in het klein. En dat vond ik wel een echt prachtig cadeau. Nu, Mulliken, waarom staat hij in de tentoonstelling? Je weet misschien, hij heeft heel veel performance. Hij is zowel met performance bezig geweest als met dit soort beeldende kunst, als ook met al die seagulls, of een soort. Hoe heet dat? Dat soort bordjes zoals logo's. Logo's, ja. daar is hij heel veel mee bezig geweest. Dus de tamelijk onderscheiden dingen. Met die performances onder hypnose zie je misschien het best waar het naartoe gaat. Hij zoekt echt naar een soort fundamentele laag van wat we zijn als mens of als persoon, als alles wat er aan inkleding en cultuur, verhaal bovenop gekomen is. Wat zit daar eigenlijk onder? Wat is dan het fundament van ons wezen? Mm-hmm. Veel van dit soort tekeningen zijn dus eigenlijk niet allemaal, hè, maar veel daarvan zijn eigenlijk onder hypnose gemaakt. En dan krijg je soms zeer eigenaardige verbeeldingen van wat er in zijn hoofd omgaat. Dus dat is een bepaald facet van zijn werk dat hier eigenlijk zeer uitgebreid aan bod komt. En wat hem zeer sterk interesseert ook, is de vraag die eigenlijk ook de vraag is van deze tentoonstelling, van hoe komt dat dat wij met ons lichaam als uiteindelijk een biologische machine, bijvoorbeeld anderen herkennen, maar niet alleen anderen herkennen, maar bijvoorbeeld ook zeer sterke relaties kunnen hebben met een beeld. Mm-hmm. Of met, zoals hij, ik denk dat er hier ook nog een paar in zitten, met een zelfs het simpelste stickfigurtje dat je maakt, kan iemand al bij iemand al een bepaalde reactie uitlokken. Roepen. En hij vraagt zich voortdurend van, maar hoe komt dat? Waar gebeurt dat dan precies? En daar is dit een soort beeldende verkenning van. Ik vind het heel fascinerend. Het is precies alsof je zo echt in iemand zijn hoofd aan het rondlopen bent en daar de merkwaardige uithoeken van aan het verkennen bent. Zelfs als maquette werkt dit, hè? Ja, zelfs als maquette. Ik vind als maquette echt prachtig. Ja.